Hallo beste klokliefhebbers. Welkom bij een nieuwe video van Belgisch Geluid. Ik ben Anthony en ik ga het met jullie vandaag over hebben over het bestellen van een eigen klok. Zelf heb ik verschillende klokken in bezit, waaronder eentje die besteld werd bij een klokkengieterij. Ik ga mijn ervaring die ik toen heb opgebouwd met jullie delen en ik geef jullie tips en tricks mee om te helpen bij het bestellen van je eigen klok. Deel 1. Wat voor klok wil je? Stel je voor je droomt, je droomt om een eigen bronzen klok te hebben. Deze keer bedoel ik geen belletjes, geen bloempotklokken, maar echt een klok, een bronzen klok die evengoed in een kapel of in een kerktoren kan hangen. Maar hoe begint je zoiets aan? Eerst en vooral moet je aanvragen hoe dat je ideale dronklok eruit ziet. Heb je eventueel geen idee of heb je geen inspiratie? Dan moet je gewoon via boeken of op het, of op het internet afbeeldingen opzoeken van klokken die u aanspreken. Het gaat vooral om wat je zelf mooi vindt. Deel 2. De keuze van de toonhoogte en de profielzwaarte. Nu moet je eens nadenken wat voor toonhoogte uw klok moet hebben. En dat bepaalt ook direct de mate. Kom je, kom je bijvoorbeeld op straat of via YouTube of wel eens op internet een mooie klok tegen waarvan de klank u aanspreekt, dan moet je natuurlijk op zoek gaan naar de toonhoogte. Sommigen kunnen bepaald op gehoor, bij anderen lukt dat iets minder. Voor hen is er één ideale oplossing voor, namelijk op YouTube is rondneuzen. Je moet vooral die ene interessante klok, de klank daarvan onthouden en dan de gelijkaardige klank op, opzoeken via YouTube. Bij geklokgerelateerde video's kun je eventueel op zoek gaan naar de juiste klankmatch en dan kun je bij de beschrijving de tonhoogte meestal terugvinden. De klokken die je in de tegenkomt zijn meestal zwaarder en groter. Zo is als voorbeeld een S1 pakken. Een S1 is een hele mooie klok, vind ik persoonlijk, maar dat weegt snel 1250 kilogram. Zo'n klok kun je moeilijk ophangen in de slaapkamer of in de tuin. Daar is er één oplossing voor, de toonhoogte als basis nemen en dat verhogen in octaven. Wat wil dat zeggen? Een octaaf is eigenlijk een toonafstand tussen een C en een hoge C. Dus je hebt de toonladder C, D, E, K, F, G, A, O, C. Het klinkt een beetje vals, maar het gaat vooral om dat dus de afstand tussen de C en een hoge C een octaaf is. Hoe zit dat in de praktijk? Als je bijvoorbeeld de klok met S1 mooi vindt, dan kun je eventueel verhogen naar S2, S3 en zoals hoog naar S4. We zullen eens beginnen van S1 naar S2. En S2 is een klok dat ongeveer 160 kg of meer weegt. Dat kunnen we in ieder geval schrappen, want dat is onmogelijk om direct te bestellen en dan ook in de dagkamer of tuin op te hangen. We gaan dat opnieuw verhogen, naar RS3. En dat is een klok van ongeveer 20 kg of iets meer of minder. Dat is toch wel realistischer? Maar ik dat de klank van de klok bijvoorbeeld u niet aanspreekt, of dat gewicht is voor u nog, u nog wat te zwaar, te kunnen eventueel nog eens verhogen naar S4. Dat is een klokje van minstens 3 kg. Dat is een pak realistischer en ook deels goedkoper. Dat is een heel mooie toonloogte om mee te beginnen. Nu gaan we over naar de profielzwaarte. De toonhoogten staan nu vast, maar hoe zwaar moet die klok eigenlijk zijn? We zullen de S3 ook niet als voorbeeld nemen. De gewichten kunnen een beetje variëren, startend vanaf 16 kg bij een licht profiel, 20 kg bij een gemiddeld profiel, of 30 kg of meer bij een zwaar profiel. Dus de toonhoogte heeft verschillende gewichten. Wat moeten we hieruit weten? Klokken met een licht profiel hebben een dunnere wand, een kleinere diameter en werken ietsjes lichter. En hoe zwaarder het profiel wordt, hoe dikker de klokkenwand, hoe groter de diameter en hoe zwaarder de klok. Wat houdt dat praktisch in? Stel je voor je hebt een klein budget, kun je best een licht tot een gemiddeld profiel genemen. De klok weegt ietsjes lichter en dat bespaart dat klokkenbrons, wat natuurlijk de prijs kan drukken. Ben je zelfs niet zo sterk maar wilde wel graag een grote klok hebben, kies dan voor een licht of een gemiddeld profiel. Dat spreken we echt over een S3 bijvoorbeeld, maar wil je een S4 hebben, dan kun je eventueel als waterprofiel overwegen. Zet je een beginner, dan raad je aan om tussen de tonen C3 tot en met as 3 een klok met een licht of gemiddeld profiel te nemen. De klok is dan betaalbaarder en je kunt hem zonder of met weinig hulp zelf oppakken. Zet je een gevorderd iemand, dan kun je eventueel een waterprofiel kiezen. Heb je een beperkte ruimte, maar je wilt toch een zwaardere klok hebben, kies dan tussen de tonen C3 tot en met E3 voor een licht profiel. Van F3 tot en met a 3 kun je een gemiddeld tot licht zwaar profiel nemen. Bij A3 of hoger kun je een zwaarder profiel overwegen. Deel 3. De keuze van de klokkengieter. De toonhoogte en het gewicht staan vast. Nu moet je nog een klokkengieter kiezen. In Europa zijn er veel klokkengieterijen, en welke is het meest geschikt voor uw noden? Voordat je een klokkengieter kiest, moet je eerst een verschil weten tussen ambachtelijke gieters, kleinschalige gieters of industriële gieters. De ambachtelijke gieters zijn meestal klokkengieterijen die met leenvormen werken, net als de historische gieters dat deden. De meeste gieterijen van deze categorie bestaan al heel lang en kennen een hele historie. De klokken zijn in verhouding wat duurder dan de rest, maar er zijn hier en daar wat variaties in. Er zijn veel leemgieters die het vak niet meer meester zijn. Gelukkig zijn er uitzonderingen. De fabrikageproces van de klok duurt meestal een maand voor kleinere klokken tot drie maanden bij grotere uitklokken. De meeste leemgieters voegen tot beperkt tot geen overbodige stoffen toe in klokkenbrons. De klank is daardoor puurder. Er zijn natuurlijk hier en daar wel uitzonderingen. De kleinschalige gieters zijn ofwel klokkengieters of bronsgieters die beperkt klokken kunnen leveren. Die werken meestal met zandvormen of maken mallen door middel van het bronsgietprocedé. Het zijn meestal eenmansbedrijven die voor een redelijke prijs klokken kunnen leveren. Is het een klokkengieter dan zijn alle maten mogelijk. Bij bronsgieters is het aanbod eerder beperkt. Bij deze gieterij kan de levertijden verschillen. Sommigen leveren klokken op een week af, sommigen hebben daar een maand of meer nodig. Deze gieters gebruiken meestal geen overbodige stoffen in hun klokkenbrons de industriële klokkengieterijen, ze gieten klokken door middel van massaproductie. Ze werken met zandmallen en kunnen in een week, in een week tijd goedkoop klokken leveren. Meestal zijn de klokken van monotoon qua uiterlijk en klank. Voor een meerprijs kunnen ze ook uniekere klokken leveren. Deze gieterijen gebruiken andere en ook overbodige stoffen in hun klokkenbrons, waardoor de klokken anders en soms agressiever klinken. Er zijn verschillen bij klokken die in leemvormen of in zandvormen gegoten zijn. De klokken van leemgieters zijn, is het bekend dat de boventoon meer hoorbaar zijn, waardoor ze unieker klinken. Het gietoppervlak is bij de meeste leemgieters mooi maagdelijk glad. Dat wil zeggen dat de klok eens uit de gietvorm komt, dat die niet nabewerkt moet worden door de schuur of de polijsten. Er zijn gieterijen waar nabewerking van de giet uit een traditie is. Maar er zijn ook gieterijen waarvan de klokken meestal met kleerscheuren en met gietfout uit de vorm komen, waardoor bijwerken noodzakelijk is. Bij zandgieters hebben de klokken een korrelig gietoppervlak. Sommige polijsten de klokken helemaal op, andere doen zelfs daar de moeite niet voor. Deze klokken kunnen zangrijk zijn, maar niet zoals bij leemgevormde klokken. De klokken die van een bronsgieter komen, zijn soms gevormd door middel van gips en vuurvaste rubber. De gietoppervlak is meestal mooi en glad. Na bewerking komt bij een goede vakman amper voor. Ook hier kunnen de klokken mooi klinken. Wat is ook belangrijk als je een klokkengieter kiest? Moeten de klokken gestemd worden of niet? Is het voor u belangrijk om een zuiver gestemde klok te hebben, bijvoorbeeld voor een bijaardje, of gewoon dat je het belangrijk vindt, dan moet je eventueel een klokkengieter kiezen die het stemmen machtig is. Of als je liever een op toon gegoten klok wilt, dat je bij wijze van spreken bij elke gieterij terecht. Deel 4. De klokkengieter contacteren. Voilà, de klokkengieter is gekozen. Nu moet je enkel de gieterij contacteren voor een offerte. Wat moet je in ieder geval melden en vragen? De gewenste toonhoogte? De profielzwaarte? Of dat de klok een kroon of geen kroon moet hebben? En die, die een kroon gewenst is? Of dat er verschillende aanbod zijn qua kronen? De gewenste attributen dat je erbij wilt, bijvoorbeeld een klepel of een luitas, wat dan ook. En vraag zeker na of dat de prijzen zijn voor versieringen en letters. Wilt je een persoonlijk ontworpen versiering of weten versieringen die uit het archief komen van de gieterij? De verzendkosten kun je ook best navragen. Wat je zeker moet vragen is of de werkkosten inbegrepen zijn in de prijs en hoeveel procent BTW erbij komt. Deel 5. De klok tekenen. De klokkenrekening is dus gecontacteerd en je hebt dan misschien ondertussen een antwoord teruggekregen met de prijslijst en al. Nu kunt je de versieringen van de klok bepalen afhankelijk van je budget. Probeer vooral eerst een klok te tekenen. Het moet niet de perfecte klokkenvorm zijn, maar het is vooral belangrijk dat je de plaats bepaalt waar bepaalde versieringen, friezen, emblemen en teksten moeten komen. En wil je een ontwerp naar een hoger niveau tillen, dan kan ik u de tip meegeven om eens te spelen met de sigieringen. Is de tekening klaar en u zelf tevreden van uw ontwerp? Stuur dat de tekening door naar de klokkengieter. Past de prijs volledig in uw budget, dan moet u enkel een bestelling bevestigen. En is de klok wat duurder dan dat gedacht, dan moet de ontwerp gewoon simpelweg aanpassen. Ofwel kun je één Fries of bepaalde problemen weglaten of wat tekst verminderen. En zijt je tevreden over de tekening, dan kun je deze doorsturen naar de klokkengeerder voor een nieuwe offerte. En indien dat de prijs eindelijk in het budget past, dan kun je de bestelling bevestigen. Onthoud dat je best enkel bestelt als de prijs in je budget past en dat jij tevreden bent over je ontwerp van de klok. Deel 6 Een voorbeeld van een offerte zelf heb ik ooit eens een klok besteld met de klokkengieterij van Maria Laag. Het gaat hier over een PS3 van ongeveer 7,5 kilo. We gaan de offerte die ik toen meegekregen heb een beetje ontrafelen. We zien hier twee aanbods voor één voor klok: de ene is een kloosterklok in de beste klokkenbrons en de ander is een grote klok met de toonhoogte C3. We zien hier de diameter van de beide klokken, het gewicht. En dan nog de prijs daarvan. We zien hier ook de prijs van de klepels. En daaronder zien we de prijs van, van de versieringen. Dat wil zeggen, prijs per letter, dat is ongeveer 3 euro. Prijs per vlies, 120 euro. En de prijs per relief, dat 60 euro bedraagt. Wat hier serieus opvalt in dit document, is dat er geen bijkomende kosten zijn vermeld. Dat wil zeggen geen extra BTW en geen extra werkkosten. Daarom is het altijd belangrijk dat je tijd bij een offerte altijd aan het navraagt. Zo komt er later niet voor verrassingen te staan. Wat hier ook wel deels opvalt, maar dat eigenlijk niet zichtbaar is, is dat de grote klok in verhouding goedkoper is dan de kleinere klok. Door de prijs van de klok te delen door het opgegeven gewicht, komen we evenveel de prijs per kilo brons uit. Bij de kleine klok komen we uit op 78,67 euro. Bij de grote klok komt dat uit op 39,33 euro. Maar kunnen we hier vaststellen dat de kleinere klokken relatief duurder zijn dan de grotere. Waarom is dat zo? Kleinere klokken zijn moeilijker te produceren dan de grotere. Deze hebben een dunnere wand en dat vraagt meer nauwkeurigheid bij het vormen en het stemmen. Deel 7. Het transport. Voilà, de klok is klaar en betaald. Nu moet deze bij u geraken. Maar hoe? Er zijn hier twee opties. 1. De klokkengieter stuurt de klok op via een pakkettendienst. Of 2. Dat je de klok zelf bij de klokkengieter komt ophalen. We zullen beide opties eens van detail bekijken. Optie 1 is relatief duurder. Je betaalt buiten de klok nog een extra bedrag erbij voor de transportdiensten. Het is een realistischere optie als de klok vanuit het fijne buitenland komt. Optie 2 is goedkoper en leuker. Ik denk dat de afstand van de gieterij haalbaar is, lijkt het misschien leuk om eens een uitstap van te maken. Een klein tip dat ik kan meegeven is dat je op voorhand eens aan de gieterij vraagt of dat het bij het ophalen van de klokken zo mogelijk is om een rondleiding te krijgen in een bedrijf. Dat is zeer interessant en geleerd heel veel bij over de klokken gieten. Voilà, we zijn nu aangekomen bij het einde van deze video. Hopelijk is de drempel om een klok te bestellen nu lager. Heb je vragen of opmerkingen, stel ze maar in de comments. In ieder geval, bedankt voor het kijken en hopelijk tot nog eens.